Man doodgeschoten in Utrecht, Overvecht. En pannenkoekenbakker uit Harmelen naar Nederlands kampioenschap. Goedenavond, dit is U-nieuws. Bewoners van de Utrechtse wijk Overvecht werden afgelopen nacht opgeschrikt door schoten. In een flat aan de Faustdreef bleek de 31-jarige Hakim Changachi om het leven te zijn gebracht. De daders gingen er vandoor in een dure auto. De moord op de 31-jarige Utrechter lijkt erg op een liquidatie. Op 1,5 kilometer van de schietpartij staat een auto in de brand. Het lijkt de vluchtauto van de moordenaars. Buurtbewoners reageren vooral geschokt. Kinderen schrikken ervan, maar ik denk ik ben eventjes gaan kijken. Ik zag wat door die raampje van de trap. Omdat je mag niet meer doorheen door de politie, dus ben ik terug gaan slapen. De broer van het slachtoffer kwam 10 maanden geleden om het leven. Na een plofkraak crashte hij met zijn vrienden in een gestolen Audi en klapte op een boom. Vandaag zijn er verhalen dat de familie van het slachtoffer van vannacht betrokken is bij grootschalige drugshandel. De politie wil dat niet bevestigen. Nee, ik kan dat niet bevestigen. Wij zijn van op de hoogte dat deze berichten verschijnen in de media uiteraard. Wij snappen ook dat de media hier bovenop springt en probeert te onderzoeken wat er precies achter deze man zit. En waarom dit schietincident plaatsgevonden zou hebben. Dit zijn allemaal dingen die ook onderdeel uitmaken van ons onderzoek. En het is voor ons nu nog echt te vroeg om dit soort dingen te gaan bevestigen. Bewoners van de flat aan de Faustdreef mochten vandaag niet door het trappenhuis. Zij verlieten het gebouw via een ladder en later via een noodtrap. Verslaggever Mark Verossum staat op de redactie. Mark, jij was vanmorgen op de Faustdreef. Hoe was de sfeer daar? Er waren heel veel mannen op de been. Die stonden op straat of die zaten in hun auto te kijken naar de dingen die gebeurden daar. Opvallend veel golfjes, polo's en een enkele dure Mercedes. Er was ook een meneer die zei dat hij de broer was van het slachtoffer. Die was duidelijk heel erg aangedaan. En ik heb ook andere mannen zien huilen. Nou, de sfeer op straat was niet heel erg aangenaam. Een enkeling was zelfs buitengewoon agressief richting de pers. Hoe zeker is het dat het hier om een liquidatie gaat? Ja, daar lijkt het wel heel erg op. Je moet bedenken dat er allerlei verhalen in de rondte gaan over een drugsachtergrond van zowel de slachtoffer als van zijn familie. En een ooggetuige meldt dat het slachtoffer meerdere keren door zijn hoofd is geschoten. Dus het lijkt daar heel erg op. En een klein beetje speurwerk op het internet leert dat het slachtoffer lid is van een familie die al 15 jaar lang ruzie heeft met een andere Marokkaanse familie. In 2002 was er een aanslag in Tanger waar deze beide families bij betrokken waren. En afgelopen zomer nog een schietpartij in Breda. Dankjewel, Mark Verossum. Als er meer bekend is, dan ziet u dat op onze website. Ze hebben er karpers uitgezet die inmiddels 25 kilo zwaar zijn. En 's nachts gaan de leden van Hengelsportvereniging AUHV naar de Harijnse Plas om die vissen te vangen. Maar dat is sinds deze maand behoorlijk aan banden gelegd. De gemeente Utrecht heeft bijna de hele plas tot ecologische zone uitgeroepen. Het is vroeg in de morgen. Sander gooit zijn hengel uit. In de nacht vangt hij de mooiste vissen. Nou ja, die karpers die aasen eigenlijk overdag niet. Het water is zo helder, dus ze zien eigenlijk precies als je aan het vissen bent. Ja, dan pakken ze die aas niet zo makkelijk, dus dan krijg je eigenlijk geen beet. En ze aasen ook gewoon meer 's nachts als het donker is. Voelen zich meer op hun gemak. Nou ja, op hun gemak. Langs deze weg is er geen karper te vangen hoor. Maar dit is zo'n beetje de enige plek waar Sander nog mag nachtvissen. De rest van de Harijnse Plas is een ecologische zone geworden. Want het is hier enorm ecologisch. Zoals je ziet, alles aan de overkant. Dan mag je nergens meer zitten. En ook aan die kant, op die plas, mogen we ook bijna nergens meer zitten. Zo ziet dat er van boven uit. Hier staat Sander nu. Hij mag langs deze hele lijn niet meer vissen in de nacht. Hier mag dat wel. Maar op de ene plek worden huizen gebouwd. En op de andere plek razen dus auto's voorbij. Ja, wethouder Jansen is stellig over vissers in zijn ecologische zone. De waterkwaliteit kan negatief beïnvloed worden. Dan kan de oever ook verstoring optreden. Zeg maar, je hebt bij ecologisch water vaak plas-draszones. Ja, vissers hebben uiteraard plekjes nodig waarbij ze bij het water kunnen. Dus dat wil je op sommige plekken wil je dat niet. Bovendien ziet de gemeente dat vissers vaak afval achterlaten in natuurgebieden. Onzin, vindt Sander. Er ligt heus wel afval, want we ruimen het vaakst op als vissen zijn. Omdat er heel veel recreatie mensen zijn in de zomer. Wat ik begrepen heb, zijn er vorig jaar helemaal geen klachten gekomen. Dus voor ons heel raar eigenlijk die situatie in één keer.
Sander is een petitie gestart. Hij heeft al 550 handtekeningen opgehaald en hoopt dat het verbod wordt teruggedraaid. Ja, de gemeente moet wel overstag, want we zijn gewoon liefhebbers van het vissen en van de natuur. We veroorzaken helemaal geen overlast of zo. We willen gewoon graag vissen, dus ik zie daar geen probleem mee. Er moet vast wel een goede oplossing komen. Maandag dan overhandigt de Hengelsportvereniging de petitie aan de gemeente Utrecht. Op de A27 bij Bilthoven is vanmorgen een voetganger aangereden. Hij had waarschijnlijk pech met zijn auto en is de weg overgestoken. Een automobilist kon hem niet meer ontwijken. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. Het slachtoffer bleek overigens een bekende van de politie te zijn. De auto waarin hij reed was gestolen. De woningmarkt trekt ook dit jaar nog flink aan. Makelaarsorganisatie NVM in Nieuwegein verwacht dat er nog meer huizen worden verkocht dan vorig jaar. Daarbij zullen de prijzen nog verder oplopen. Die stijgen gemiddeld zo'n 6-7%. In de regio Utrecht zal dat nog een stuk hoger liggen. Er worden hier te weinig huizen te koop aangeboden om aan de vraag te voldoen. Hallo Jamal, how are you? Asielzoekers met een verblijfsvergunning krijgen in De Bilt allemaal een inwoner als buddy. Die moet de asielzoeker helpen zijn weg te vinden in de gemeente en om te integreren in de Nederlandse samenleving. Er is onder de inwoners van De Bilt behoorlijk wat belangstelling om buddy van een vluchteling te worden. Justin van der Gouw is in Frimley Green in Engeland wereldkampioen darts bij de junioren geworden. De 16-jarige Utrechter was in de finale veel te sterk voor de Schot Nathan Gervin. Naast een prachtige beker krijgt hij ook £5.000. Justin van der Gouw was al Europees en Nederlands kampioen. De man die vorige zomer levensgevaarlijke capriolen uithaalde tijdens een politieachtervolging gaat 2 jaar de cel in als het aan justitie ligt. Hij wordt onder meer verdacht van poging tot doodslag op een marechaussee en een wegwerker. De achtervolging begon toen hij samen met zijn vriendin aan een grenscontrole op de A16 bij Hazeldonk probeerde te ontkomen. Hij gaf plank gas omdat hij had gedronken en zonder rijbewijs reed. Er volgde een wilde achtervolging waarbij hij een motoragent afsneed en op een haar na miste. En wegwerkers moesten voor hem opzij springen. Uiteindelijk crashte hij bij een afrit in Driebergen toen hij de macht over het stuur verloor. De rechter in Breda was verbijsterd over het gedrag. Ja, maar meneer, ze waren daar toch aan het werk? Ik heb niemand aan het werk gezien, mevrouw. Nee, maar op het moment dat je die pionnen ziet en je weet dat er wegwerkzaamheden zijn en u rijdt als een dolle in een auto, dan moet u toch rekening houden dat er nog andere mensen daar aan het werk zijn of niet? Maar José, die de verdachte achtervolgde, eist €600 schadevergoeding van de man. Een wegwerker die gewond raakte, wil €900. Een bijzondere wedstrijd op de horecabeurs Horecava in Amsterdam. Daar werd gestreden om het Nederlands kampioenschap pannenkoekenbakken. Kok Robert de Bruin uit Harmelen wist zich te plaatsen voor de finale met zijn oer-Hollandse boerenkoolpannenkoek. Maar kun je daar ook kampioen mee worden? Kampioenschappen zijn er in alle soorten en maten. Het NK pannenkoekenbakken tijdens de horecabeurs in de Amsterdamse Rai is voor de 15 deelnemende koks in ieder geval een serieuze zaak. Robert de Bruin van restaurant Kortjak uit Harmelen doet mee met zijn boeren koolpannenkoek. Je gaat daarmee sleutelen. Je doet een ingrediënt erbij, je doet een ingrediënt af. Van het een wat meer, van het een wat ander. En zo ga je eigenlijk sleutelen tot je aan een pannenkoek komt die mee kan doen aan de finale. Pannenkoekenbakken is in de meeste thuiskeukens vaak een sluitpost. Even snel een spekpannenkoekje in de pan mikken en klaar is Kees. Maar volgens de organisatie achter het NK is het in restaurants echt topsport. De pannenkoekenbakkers hier willen laten zien dat pannenkoekenbakken ook echt een kunst is. Eentje die ze elke dag doen en waar ze heel veel ervaring in hebben. En dat is toch net even iets anders dan bij jou of bij mij thuis. Robert mag als vierde het podium op. Zijn boerenkoolpannenkoek wordt even later geserveerd aan de jury en lijkt daar goed in de smaak te vallen. Nou, je verwacht eigenlijk dat boerenkool en een pannenkoek niet zo lekker bij elkaar smaken, maar dat is wel zo. Uiteindelijk wint de Bruin niet de gouden steelpan. Hij moet het doen met de creativiteitsprijs. Ja, ik vind het jammer, want de jury hamert toch ook op hanteerbaarheid. Alle credits naar de winnaar overigens. Maar als je de pannenkoek dan ziet van de winnaar, dan denk ik hanteerbaarheid. Maar goed, ik ben hier heel erg blij mee en het is goed. Nou, en Robert wil de volgende keer weer meedoen. Hij heeft even de tijd om een nieuw recept te bedenken, want het volgende NK pannenkoekenbakken is pas over 2 jaar. Het weer.
Het regent flink vanavond, maar dat gaat op steeds meer plaatsen over in sneeuw. Vannacht wordt het droog, de temperatuur blijft waarschijnlijk net boven het vriespunt. Morgen veel winterse buien en een krachtige westenwind. Het wordt dan hooguit 4 à 5 graden. Tot zover uw nieuws, maar blijf kijken, want na de reclame gaan we in U Vandaag terug naar de roemruchte serie Zwiebertje. Er is nu een tentoonstelling gewijd aan zijn beste vriend Malle Pietje. En huisarts Monique Munters is het zat om bedreigd te worden tijdens haar werk. Kijk voor meer nieuws op de website of op onze app. Wens u nog een fijne avond. Dag.